Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 61 alweer hier in België. De vorige wedstrijd in Oostenrijk hadden wij gewoon weer op onze naam geschreven. We hadden een 1-2'tje kunnen pakken, maar dat is uiteindelijk niet geworden. Heb jij die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht voor het i'tje. Klik erop, zie je die video verschijnen natuurlijk. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Contractonderhandelingen met Verstappen. We gaan voor $14,32 miljoen. Maar Verstappen heeft die afgeslagen. Verstappen wil meer geld van ons zien. Om nog de resterende races bij ons te voltooien. Dus dat betekent opnieuw onderhandelen met Max. Poging nummer 2. We bieden nu $14,57 miljoen. Ook niet. Verstappen slaat het offer af voor de tweede keer. Let op, je mag maar 3 keer onderhandelen. En anders moeten we de reserverijder erbij pakken. Dus ik hoop echt dat Verstappen het nu gaat doen. $14,82 miljoen. Ook niet. Verstappen wil nog meer geld zien. En dit is misschien wel onze laatste kans. Met Max. Het bereik benadert hij steeds. $15,7 miljoen. Bieden wij. En jazeker, Verstappen accepteert dat. Die wou gewoon richting die 15 miljoen gaan. Oké, dus we moeten meer geld betalen aan onze tweede rijder. Maar ja, het is een uitstekende coureur. Hij doet het gewoon goed voor ons. De laatste twee races eigenlijk niet. Maar goed, pech en zo heeft hij mee te maken. Ben zei al, ja, pas op, want dit was de laatste dag voor onderhandelingen. Anders moesten we Barnes erbij pakken. Dat is de reserverijder die normaal niet goed is. En ik heb ook liever Max dan die gozer. Maar goed, we hebben hem. Dat is goed om te zien. Kwalificatie verloopt nat. Tenminste, het eerste deel van Q1 verloopt nat. De race zelf is mooi droog. Ik hoop dat we door kunnen komen naar Q2, want regen is niet mijn sterkste punt altijd in het spel. De auto zou gewoon goed moeten zijn. Voldoende downforce voor Puhon en Radion en wat is het allemaal? I don't know. Maar goed, we gaan denk ik wel een control electronics vervangen tijdens de kwalificatie. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de Grote Prijs van België. We zijn aanbeland in Q1. Het heeft geregend. En ik ben gewoon als allerlaatste naar buiten gegaan. Nou, dat zeg ik niet goed. Maar de jongens achter mij hebben al een ronde genoteerd. We staan dus als laatste. En hebben met ongeveer 40 seconden op de klok een ronde nodig om door te kunnen komen naar Q2. Bij de bushopchicane nemen wij de bochten wat scherper dan normaal. Om meer snelheid mee te nemen in La Source, de eerste bocht dus. Ferrari-coureur duikt weer naar binnen, die houdt het voor gezien. Mazepin op P21, maar die wordt zometeen mooi doorverwezen naar de laatste plek. Giovinazzi is ook naar buiten, maar heeft die tijd ook op de intermediate gezet. Schumacher naar P18, Lundgaard 19, de vlag hangt uit hier in België. Klein momentje op de curbstone. En missen daar de apex, helaas. Maar zijn wel door naar Q2, dus dat is goed om te zien. En dan kijken wat Q2 dan meebrengt. Ik ben er nogmaals als laatste naar buiten gegaan. Hebben Lance Stroll achter zich. En wij moeten hier een goede ronde gaan neerzetten. Of we zijn weg in Q2. Hebben Stroll dus achter ons. En DRS hier geopend. Stroll gaat hier profiteren van de slipstream. Jazeker.
Maar wij gaan ons niet laten wegbeuken. Zet een paars in sector 2 neer. Zijn 3/10 sneller gegaan dan onze vorige tijd. Dat was een 1.39.8. Ik heb eigenlijk geen zin om twee runs nu even in de video te plakken. Doe maar bij de snelste run dan. Verstappen blijft binnen. Die staat in de gevarenzone volgens mij. En Max is binnen. En wij zijn toch nog veilig door naar Q3. Verstappen overigens niet. Die moeten doen van P15 volgens mij. Dat is pijnlijk voor mijn landgenoot. We houden het nu dit keer wel bij één run. Gaan daar gewoon weer wijd op die curbstone. En gaan hier alles of niets geven in deze kwalificatierun. In onze laatste deel van de kwalificatie van België natuurlijk. We moeten hier gewoon voor de pole position gaan. Als dat kan. Hamilton teleurstellend naar P8. Zhou naar P9. Wij dus op P10 met geen tijd. DRS hier geopend op Camel Street. Zhou is ook volgens mij binnengebleven. De vlag hangt uit hier in België. Komen aan bij de busstopchicane. Missen daar een klein beetje de apex. Gaan daar wijd. Maar waar komen wij te staan? De engineer is tenminste blij. Zijn wij ook blij? Dat is de vraag. Jazeker, we pakken pole position hier in België. Bottas naar P2 op 2/10. Norris naar P3 ook op 2/10. Verstappen dus niet door. Dat belooft wat voor deze grote prijs. Dus mijn teamgenoot moet terugvechten. Daar gaan we naar voor carrière aflevering 61. We're in Belgium once again for today's round of the Formula One World Championship. It's a race the great Ayrton Senna won 6 times, and in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes Forest. 4.35 miles of long straights, fast corners, and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high quality racing as well. Simply put it, there really is no place quite like Spa. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Gasly, Charles Leclerc and Sainz, Ricciardo, Hamilton, Russell and Yuki Tsunoda, Giovinazzi, Ocon, Lance Stroll and Verstappen, Eilert, Perez, Marcus Armstrong and Mick Schumacher, Lundgaard, Joe. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Na het puntenfinish in de vorige wedstrijd moeten we de race gewoon zien te voltooien. Mijn stem was er trouwens niet. Ik had een mooie voice crack, maar goed, geeft niks. Strategie. Soft, hard, maar er gaat nog verandering in komen. Neem er extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. We gaan gewoon beginnen voor carrière aflevering 61 hier in België. We zitten op pole position hier in Spa-Francorchamps. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Beetje wheelspin en Hamilton is al wel beter weg. Kijk dan gelijk naar de buitenkant.
Maar dan gooien wij hier de deur mooi dicht en kan Lewis er nergens naartoe. Norris profiteert gelijk mee. Sorry, het was Bottas. Excuseer, geen Hamilton, maar Valtteri Bottas. Die daar een aanval deed voor de leiding. Norris kan niet kijken bij Eau Rouge. Zit ernaast. Maar we verdedigen heel scherp. Dat lukt niet, want Norris is ons gepasseerd. En ook Valtteri Bottas probeert het aan die buitenkant. Zit aan de binnenkant. En wij kijken hier aan de buitenkant van Lando Norris. Raakt elkaar. En Norris is de auto daar bijna kwijt. Maar weet hem mooi te redden. Dat gat al naar Bottas is 2,3 seconden door dat incidentje. Dus Norris heeft veel tijd verloren. We zitten in ronde nummer 2 als het geel is. In sector 1. Norris valt uit. Een DNF voor Lando Norris. Misschien heeft dat ongelukje met mij toch wat meer schade opgeleverd aan zijn McLaren dan dat hij had gedacht in eerste instantie. Daardoor is het gat naar Bottas inmiddels 19e geworden. En Norris ook uitgevallen in de wedstrijd. Bevestigd bovenaan bij het beeld. Bottas zit ook in mijn DRS-zone zometeen in ronde nummer 3. Het gat naar Gasly is 4 seconden. Naar Leclerc is het 4,4 en naar Russell is het 5 seconden. Herhaling van Lando Norris die hier in één keer vermogen verliest. En dan is het einde verhaal voor de Brit. Die moet hem hier parkeren aan de rechterkant. Heel veel coureurs raken hem maar net niet. Dus een gevaarlijke plek ook om uit te vallen. Maar goed, Norris stilgevallen dus. Bottas zit te kijken. Maar wij verdedigen op het randje. Wij verdedigen op het randje van wat er mag. In ronde nummer 3 en Norris zijn auto is weggehaald. Dus we kunnen weer racen hier in België. Gasly op het podium doet hij goed. Leclerc op P4. We gaan een klein beetje wijd en Bottas ziet dat. Valtteri Bottas zit misschien te kijken. Kan hier nergens naartoe. Probeert het hier aan die binnenkant dan in Puhon. Maar we gooien de deur dicht. We laten hem ook staan. Een fel gevecht voor de leiding hier in België. We zitten in ronde nummer 4. Als Bottas weer de aansluiting bij ons heeft gevonden. DRS geopend voor de Vin. Kijkt naar de binnenkant. We duwen hem op het gas. Raken elkaar daar wel. Voorvleugel tegen sidepod. Laat hem hier mooi uitlopen. Raken elkaar daar weer. En dus heeft Gasly de aansluiting gevonden. Dat gat is 15e. Charles Leclerc zit op een seconde. En George Russell zit ongeveer op 2 seconden van ons. Ronde nummer 8 is het en we gaan naar binnen. Voor onze laatste pitstop van de dag gaan naar de medium compound. En het is geel in sector 2. En Haas staat stil volgens mij. Virtual safety car op de baan. Door rotzooi op het circuit, er is daar iets gebeurd. En dit is een hele mooie timing voor ons. 2,3 is de pitstop. Verstappen ook mee naar binnen. En we komen terug op P4. Want daar hebben wij, Callum Ilott, hebben we wel een flink moment overstuur op de exit van die pitstraat. Virtual safety car eindigt weer. En we hebben een beetje lopen slapen. Want Callum Ilott rijdt al gelijk weer naar ons toe. Maar wij hebben de vers gezet medium banden tot onze beschikking. Perez op het podium. Giovinazzi op het podium. En er rijdt volgens mij Gasly. Ik wou zeggen Pierre, maar het is Yuki Tsunoda die daar aan de leiding rijdt. Nog steeds alles goed en welletjes. We hebben trouwens een nieuwe CE in de motor gestoken aan het einde van vrije training 3. Dus daar hebben wij geen penalty gepakt. En dat was ook gewoon nog gratis, want ja, het was onze eerste van de nummer 2. Schumacher op een ronde gezet, jazeker, in de ronde 20 alweer. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd in die wedstrijd, sorry, in die rondjes die we hebben gereden. Dus vandaar ook dat grote gat
met dat aantal rondes. De video wordt dus wat korter dan normaal. Excuseer, we zitten in ronde nummer 21 dus. Blauwe vlaggen voor Nikita Mazepin, die niet meer in de Formule 1 rijdt door dat... Door de oorlog in Oekraïne en Rusland. Vervangen door Kevin Magnussen. En Haas doet het goed in F1 2022. In Saudi-Arabië pakte Magnussen weer punten voor Haas. Doet hij goed hoor. Dus Haas is weer terug. Hier in My Team Carambo niet. Maar wie wel terug is, is Pierre Gasly. Het gat is aan het verkleinen. 18e is het. Naar ons toe. Dus we moeten nog niet opgeven. En in de laatste ronde van de wedstrijd zit Pierre Gasly binnen schotelstand van de DRS. 3/10 is het gat. 2/10 is het gat. En hij zit eraan te komen. 1/10. Minder dan 1/10 zelfs. We duwen hem op het gras. Maar het is nutteloos. Gasly pakt de leiding. Met nog een paar honderd meters te gaan, denk ik ongeveer. Maar we vallen hem hier terug. En dan maken we hier een klein foutje. En gaan we helaas enorm vertragen. Gasly zit er aan die binnenkant wielbengen met elkaar. En daardoor valt Charles Leclerc bij Gasly aan. Hamilton ook binnen schotelstand. Russell nadert Hamilton. Maar Leclerc op P3 zit gewoon binnen 1/16. Hamilton zit binnen 1 seconde. Maar alles loopt goed. En we gaan gewoon de wedstrijd winnen. Hier dus een herhaling van wat Gasly zag. Wordt daar gewoon bijna op het gas geduwd door ons. Dan denkt hij hier de leiding te hebben veroverd. Maar dan vallen wij hem hier terug aan. Wielen haken in elkaar. Ik ga daar gewoon op de curbzone. Ben daar de auto kwijt. En Gasly moet daar even actie ondernemen. Zit daar aan de binnenkant van mij. Charles Leclerc kan hier gelijk meekijken. Hamilton ziet dit voor zijn neus gebeuren. Is allemaal switchen met POV's van rijders. Gasly nu op P2, maar Charles Leclerc zit te kijken. Kan Leclerc dit volhouden? Hij zet de drukte volop en Hamilton is de aansluiting bijgekomen. En gaat hier nu lopen afwachten op wat de twee coureurs voor hun doen. Leclerc nog steeds aan het pushen. Hamilton vlak erachter op P4. En wij gaan hier de wedstrijd winnen. Rijden weg van Pierre Gasly. Charles Leclerc gooit zijn overtakeklop aan. Gasly doet dat ook. Maar Leclerc kan daar niet aanvallen. Leclerc kan daar niet aanvallen. Wat doet Lewis Hamilton? Nog een paar meters te gaan. Wij gaan sowieso die wedstrijd winnen. Leclerc zit klem. Hamilton kijkt naar de buitenkant van Charles Leclerc. Op die mediumbanden. Zit hier goed bij de bus op chicane. Wie pakt dat laatste podium? Hamilton naar die buitenkant. Het is Charles Leclerc die dat laatste podium pakt. Wat een battle hier in België. Wij gaan hier de wedstrijd winnen. Hebben de wedstrijd ook gewonnen. Gasly naar 2. Leclerc op 3. Hamilton op 4. En dus op naar de volgende wedstrijd in Italië. A nearly flawless performance here then, and a commanding victory. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de grote prijs. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook dat hele race rond het punt. Gasly naar P2. Charles Leclerc pakt het podium voor Ferrari. Hamilton helaas komt net te kort voor P3. Pakt P4. Russell 5. Ocon 6. Ricciardo 7. Stroll 8. Sainz 9. En Verstappen, ondanks die dubbele pitstop en ondanks die safety-locatie, pakt gewoon nog een punt. Goed gedaan. Goed gedaan voor Max. Maar het moet wel beter. En één uitvallen Lando Norris. Alles ziet er nog goed uit bij de coureurs en constructeurskampioenschappen. Dus daar ga ik me niet gewoon meer mee bemoeien.
Waar ik me wel mee ga bemoeien, is Verstappen. En Verstappen moet dit seizoen zo snel mogelijk zien te vergeten. Heeft volgens mij al 3 wedstrijden verknald en vraagt gewoon 15 miljoen. Dat gaan we dus volgend seizoen niet meer doen. Als Max het weer fucked up in het volgende seizoen, dan zijn we er klaar mee. Dan keepen we hem eruit. En dan gaan we misschien wel voor, ik noem maar wat, Charles Leclerc, de geduchte concurrent van Max. Maar eerst dit seizoen goed afzien te sluiten. Cash, $39,13 miljoen binnengeharkt. Kunnen we gaan spenderen aan de faciliteiten. En ja, dan zit de grote prijs van België erop, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 My Team Career met content. Laatst gaat het hard, 109 abonnees. Doen we gewoon goed. Dus laten we pushen naar die 115 abonnees. Dus ben jij nieuw? Abonneer dan gewoon voor meer, zou ik zeggen. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Dus je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me ook even op de sociale media. @JanLasGraven. Je kan me gewoon volgen. Het zou tof zijn. Dan houden we elkaar een beetje in evenwicht. En dan zie ik misschien ook wat jullie ervan vinden op de sociale media. Geef daar ook vooral je tips op via mijn DM's. Het zou nice zijn om even te communiceren met kijkers. Maar goed, dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ik ga verder in Nederland.